Een illegale landingsbaan te Pusugruno in het district Sipaliwini is donderdag door het justitieel interventieteam met ondersteuning van het Nationaal Leger onklaar gemaakt. Deze gecoördineerde actie is uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie. In het kader van de bestrijding van georganiseerde transnationale drugscriminaliteit worden regelmatig acties ondernomen om landingsbanen die voor illegale doeleinden worden gebruikt zichtbaar te maken. Deze banen worden vervolgens onbruikbaar gemaakt. Een directieteam van SLM heeft in het kader van verder herstel van Suriname Airways een bezoek gebracht aan Aruba. Het doel is uitdieping van de samenwerking en zoeken naar potentiële strategische ontwikkelingsrichtingen. Besproken is om vanuit Aruba een aantal destinaties te gaan bevliegen. Vrijdomsrechten zullen in dit kader worden herbekeken om ervoor te zorgen dat Suriname Airways vanuit Suriname in staat is via Aruba een aantal nieuwe bestemmingen toe te voegen aan het huidig routenetwerk. En president Chandrika Prasad Santokhi is eregast geweest bij de opening van de Upper Wasinagar aan de Indira Gandhiweg in Wanica. De Upper Wasinagar, die de geschiedenis en cultuur van de Hindustanen in Suriname tentoonstelt, is een samenwerking tussen de Senatendharam Mahasabha en de Nationale Commissie Jubileumjaren. Op 5 juni 2023 is het 150 jaar geleden dat de eerste contractarbeiders uit India voet op Surinaamse bodem zetten. Het staatshoofd benadrukte in zijn toespraak dat het belangrijk is dat het gevoel van natievorming leeft onder alle bevolkingsgroepen.